Somebody had to pick it up today, like 5:30 in the afternoon, and I just remembered now. En daar leg ik altijd een kaartje neer. Hier lag dan net een stuk appeltaart. Maar dat weten ze wel, hoor. Het is zo lekker. Ja. And just call there that we are sure that the dress is ready, then somebody can pick it up tomorrow morning. Okay. Thank you. Bye. Sorry. Zo, en dat vinden ze morgen. Het is de derde al. Ik betaal het wel hoor, daarna maar. Zo, prachtig. Echt mooi hoor. Ja, dan pak dit maar dan. Hier gaan ze Hänsel en Gretel. Dat is dat dansje dat hij haar, zij hem dansen leert. Brüderchen, kom, dans met mir. En dan doen we alsof het Frau Hollehuis hun geboortehuis is. Dus dit is hun huis. En dan gaan we in de volgende, bij de herhaling, gaan we naar het Knoetsbehuis. Knibbel, knabbelhuis. En dan nog een keer bij de herhaling gaan we naar het Volk van Laaf. En dan komt dan morgen een kinderballet uit Berlijn. Ook allemaal Hanses en Grietjes. En dan hebben we met het koor hebben we dat opgenomen, zodat het dan een grote climax wordt. En daar eindigt het dan en vallen ze allemaal in water of zoiets. En tralalalala. Het is een heel vrolijke scène. Hier is de boze wolf. Mooi. Ja. Ja, ook als je die dadelijk dat ziet spelen, dan die verandert in één keer helemaal. Het is onvoorstelbaar. Met den Füßchen tap tap tap, met den Händchen kap kap kap. Einmal hin, einmal herum, es ist nicht mehr. Ah! Ja, en dan komt die Wiederholung, met de kinderen erbij. Ja. 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 Zoiets, hè? Zoiets. Ja, is leuk. Als zij dat dansen. Ai. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, and
Nu wil je meer. Zo. There's a land that I heard of once in a lullaby. Ik ben benieuwd hoe het in Australië is. Franse kersen en roel zijn nou in Australië. En ze hebben alleen maar goede berichten. Ik ben heel benieuwd. Albums. Guns N' Roses. Singles ook niet. Ja, daar komen ze. Compilations? Nee, ook niet. Allee jongens, kom. DVD's. 1. André Rieu. Live at New York. 3. André Rieu Around the World. 6. Vienna. 7. Live in Dublin. 9. André Rieu Romantic Paradise. En 10. Walzer Traum. Huh? Niet slecht voor een Hollander. Lang vliegen, hè? We zijn vertrokken. Vijf steden in vijf dagen. Sydney naar Melbourne. Van Melbourne naar Brisbane. Van Brisbane naar Adelaide en van Adelaide naar Perth. Overal één dag geweest. Ik heb nog nooit zoveel foto's uit de auto en uit het vliegtuig genomen. Want dat was ongeveer het enige moment dat we tijd hadden. Maar nee. Ze vinden het mijn fantastisch. Mijn collega, mag ik mijn koffer er ook in zetten? Ja hoor. Ik heb te veel geshopt in de luchthaven. Maar ja, mijn collega's kennen mij niet anders. Het is heel gek, want het is echt waar. Ik heb al een paar jaar lang dat ik op de bühne sta en de Donau inzet. Met dat tremolo. En dan zie ik mezelf in Australië in een stadion staan. Het is echt waar. En ik zei dat laatst tegen Marge. Ze zei, hoe kan dat nou? Het is, ja, ik weet niet. Dus nou komt het ook nog uit. Dilly very hook and hook a little look around me, Marty. Dilly dally birdy day, hook and hook a little look around me. Young mate, how are you? Hoi. Zijn jullie net terug? Ja. Hey. Net geland. Alles goed? Ja, prima. En? Lange vlucht, hè? Ja, ik heb nog geen staart. Ik kan wel springen. Nee, we hebben geen kangaroo gezien, dus nee? Dat viel tegen. Nee. Maar jullie zullen alleen kapot zijn. Nou, het voordeel is dat je nachtvlucht hebt van Hongkong hier naartoe. Heb je beter kunnen slapen? Ja. Maar je hebt wel zo'n zweverig gevoel natuurlijk de hele tijd. Ja, je hangt 30 uur in de lucht. Oh, ja. Hoe lang 30 uur? Nou, 22. Nee, 22 uur vliegen. En die 4 uur in Hongkong dan, hè? Ja. Kunnen jullie heel kort zeggen welke periode het gaat worden? December 2018. Ja, toch december. Ja. Toch december. Het is de beste periode voor die stadia. Nee, het is een echt sportland. Dus tot en met oktober zitten al die stadia vol. Ah, zieke. Ja. Nou, ik ben, je ziet het, we zijn druk bezig. We hebben nog veel te doen deze 2 dagen, dus deze 3 dagen. En op en neer met de Efteling. Ja. Maar jullie weten wat het is, op en neer nu, hè? Ja. Precies, ja. Okay. Ik ga het wel, jongens. Nou, succes. Ja. Hoi. Succes. Kijk, hele mooie maskers van de Aboriginals. Ik heb geen één Aboriginal gezien. Ik heb het ook in de luchthaven gekocht. Tadaa.
Oh, geweldig. Handgemaakt van die aboriginals. En zo heb ik 2 in het groot en 2 in het klein. Het is ook schön, wie dat daar zo uit beide löchern rauskommt. Met je zonbrilletje dan. Doei. Zet die eens op. Is dat beter? Ah, nee. Zet jij die eens op? Ja. Ja, nou, staat het ook. Hij staat erbij. Hij is geschiedenisleraar. Ik heb er wel in gehad, volgens mij. Ja? Hij stond je wel heel goed. Hij stond wel deze niet. Ja, je vindt het niks, hè? Ja, goed. Ik was wel tevreden met die andere, maar mama zei dat hij zo streng was. Vinden jullie hem ook? Vinden jullie maar ook een linkse intuele leraar nou? Nou, kinderen, vandaag doen we de vaderlandse geschiedenis. Ja. Op de bühne doe ik hem gewoon af. Jeroen Krabbe. Jeroen Krabbe, die heeft precies zoveel. Daar zal zijn zoon ook niet bij me zijn. Met die bril niet. Ga die falsche Stelle. Wir sind die Volksmusikspatzen, kommen aus Berlin, aus Deutschland. Und wir treten eigentlich normalerweise regelmäßig in den Festen der Volksmusik auf, bei Florian Silbereisen. Aber der André Rieu hat uns gefragt und uns eingeladen, in seiner Sendung mitzutanzen als Hänsel und Gretel. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Die Kinder freuen sich ganz doll, dass sie hier sind. Vinden jullie het ook zo'n linkse bril? Hij heeft me helemaal ongelukkig gemaakt. Lenzen of zo, is dat niks? Heb ik geprobeerd, dat is een ramp. Dat krijg ik echt. Er zijn zoveel mensen met lenzen. Ja, ik krijg dat niet. Ik krijg ze gewoon niet in. Plus, ik moet dan zo'n dubbel focus lens hebben. Ah, ja. En daar schijn je een rustig personage voor te moeten zijn. Oké. Okay. 1 lenzen. Heb ik dan maar vergeten. Rocha. Jacke. We go in September to Australia. Yes. Yes, it's decided because they came back. And the period will be December. Fantastic. December 2008. Woo! Kunnen we er even helpen, jongens? Nee, ik zou. Ja, kom maar hier samen. Ja, deze kan misschien. Hallo. Ga je met je rug naar mij toe? Dan ga je optellen, hè? Oké. Ga je in benen. Laat maar in je armen vallen. Oh, ik ben benen. 1, 2. Ja. Ja, oké. Ik ga een beetje. Beetje naar boven. It's like being in hospital again. Wat een moppen, ga maar liggen. Ja, het ziet er heel mooi uit. De jurk helemaal omheen. Het zijn lange dagen, ja. Ja, dus dat is zo. Maar ja, als je dit beroep doet, dan moet je ook niet van 9 tot 5 willen werken. Want dan kun je beter wat anders gaan doen. Dat zeg ik ook altijd als er iemand komt solliciteren bij mij. Denk ik, oké. Speel maar of op kantoor of wat dan ook. En dan daarna, dan in het gesprek wat daarna komt, dan merk ik meteen of iemand alleen maar voor het geld komt. Of... Dat is zo'n foute instelling als je het alleen maar voor het geld doet, want dan kom je niet ver. Ik bedoel, ik sta toch nou ook niet te denken hier van hoeveel verdien ik of zo. Het kost alleen maar geld. Maar het is zo'n mooi resultaat. En dat is gewoon leuk om te doen. Als de muziek namelijk draait en hij danst, iedereen stil gaan. Dankjewel. Achtung, wenn ich sage, muziek aan beweegt er zich rein, ja? Dat je zo lag. Precies zo. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer aan het slaap viel voor de tv. Ik weet niet hoe oud, was ik 30 of zo, of 32. En wist... Nee, dan moet ik iets ouder geweest zijn. Maar in ieder geval, ik wist niet waar me overkwam. Het was me nog nooit gebeurd dat ik overdag in slaap gevallen was. Nou, slaap ik iedere middag een middagtutje. Maar het is wel...
kan het iedereen aanraden. Als je zo boven de 50 bent, dan heb je eigenlijk 2 dagen als je dat doet. Tenminste, zo voel ik het. Want daarna kun je nog eens helemaal tot diep in de nacht opnames in de Efteling maken. Ja, chic. Ik vind het spannend allemaal. Gaan jullie ook mee naar Australië? Ja? Lijkt me toch leuk eigenlijk, hè? Ja, is toch leuk. En nou zijn we in Australië. Je hoeft de deur open blijven. Ja, het ziet er net. Ik vind het heel Europees uitzien, zei ik net tegen hun. Heel... Ik zat de sms'en, maar zo als je heel anders dan Amerika. We gaan al vergaderen over wat we hier nou gaan doen allemaal. Ze hebben heel veel dvd's verkocht, dus nou gaan we flink promotie maken hier om te kijken of we hier december volgend jaar met Jim Broen naartoe kunnen komen. Want dat is mijn plan eigenlijk, om hier in 5 steden, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane en Perth, een grote concerten te gaan geven. Met... het hele circus zoals we dat in Wenen toen hebben gedaan met het ballet en de tansschoelen, de paarden, de ijsdansers en dat allemaal naar Australië. Misschien nog een paar kangoeroes erbij natuurlijk als local. Nee, maar het lijkt me wel leuk. Vreug me nog wel op. Those are the retailers. But that's why I gave Anthony the DVD of 8 minutes, just like we did at the press conference. And you will be with me tomorrow? Yes, yes. All the way through. Okay. Yeah. All the way through. Hey, you're speaking the same. That's good, huh? That's good. Well, I made Swaggy and clapped him with glee, and he sang as he strode that jumbuck in his tucker bag. You come a waltzing, Matilda, with me. Waltzing, Matilda. Zo, nou begint het circus, jongens. 85 interviews in 2 dagen. Maar ja, ik wou het zelf. Maar zo zeg ik altijd, je wil het toch zelf? Ja, het is eigenlijk wel zo, ja. Hier. Zeggen ze, oh, wat zie je er vreemd uit. Ja, verkeerd om. Ik lächel het toch niet zo? Lach ik zo? Nee. Boah, wat een... Zie ik er zo uit? Alan Jones in the morning on 873 2GB. Well, it's 16 after 9. I guess I've lost count of the number of people with 5 hours every day that I've interviewed on this program. But I have to say, this is the first time that the open line has been in meltdown with people asking me what time I'm going to interview André Rieu. So, and I say to my listeners, he'll also speak to you, so go to it if you want to get there, and we'll put your calls through. This is the man who's pioneered this remarkable story. There'll only be one public appearance, and that's this Sunday. Unfortunately, I can't be there at Warringah Mall, and I'm told, André, who's right beside me here, that fans are flying in from New Zealand. Would you please introduce yourself so I don't get the spelling, the pronunciation wrong? André Rieu. Say that again. Rieu. André Rieu. So I've got to roll the R. Yeah. Rieu. R-I-E-U. And to talk to you in a minute. André Rieu. Did I say that right? Yeah, very good. Do the Americans say André Rieu? 23 minutes past 10. André Rieu. How'd I go? Hello, Bob. Welcome. Never have I heard My Way sound like that, My Way on the violin, and it's a special violin. Yes, it's Stradivari. A Stradivarius violin. Yes, so I'm very proud that I can play on it. And does that make a huge difference to you? Okay, no worries. Just stay with me, flick your radio off in the background, and I'll pop you through to André. Hang on there. Thanks. Robin, hello. Hello. Yeah. Oh, thank you, André, for bringing this music to us. It is just so wonderful. And they're all swaying with the music and clapping and jumping up and down. Oh. And they're young and they're enjoying it, and it's infectious. They
don't you? It's infectious. We enjoy it too. All so beautifully, and the way you're all such a big family away from. Right, oh, that's lovely. Thank you, Nina. What's your name? See you tomorrow. Yeah. What do you want to say? At Eastland, yes. And there's a lady lay out here. Like okay, to say hello on, to you, Andre. Have we turned the microphone on? You right? Hi, Andre. Hi. Ik ben Adrie en kom van Holland. En iedere keer als ik naar Nederland ga, hoor ik je spelen in Duitsland. Ernie, did you understand that? Yes, I could a little bit. Hier, Andre, lekker cappuccino. Yes, we are rebuilding the whole castle in Perth. And we bring the ballet and we bring the ice dancers. And they are here doing things that make me laugh, sorry. And it's okay. You think, well, it's classical, you know, it's quaint. But you'd be right, of course, it is beautiful. It's also incredibly popular. That music played by my guest, André Rieu. En die doet die bloop, 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 bloop. Nee, dit is wat ze noemen een interview via een ISDN-lijn. Dus dan moet hij inderdaad in zo'n aquarium, dan praat hij met iemand in Tasmania in dit geval. En vandaar dat het er een beetje raar uitziet, maar ja, hoort er ook bij. Lijkt wel een vis. Ken je me? In een aquarium hier. Maar goed. Dit was de eerste dag. Of heb ik nog iets? Dag 1. Dag 1. Je hebt alleen nog de retailers meeting. Dag 1. Oh, dat is gezellig. Het is druk natuurlijk. André is ook pas gisteren geland. Dus hij loopt ook een beetje met jetlag rond, denk ik. En ik denk dat het ook vermoeiend is om één in het Engels al die interviews te doen. Ook al is hij gewoon om verschillende talen te spreken. Maar ook het feit dat het een land is waar alles weer opnieuw begint. Er hangt een enorme grote hype en iedereen is ontzettend blij dat hij komt. Maar toch krijgt hij heel veel, ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar heel veel vragen die misschien in Europa al jaren geleden gesteld zijn of in de Verenigde Staten. En ik denk dat sowieso interviews, je mag het niet onderschatten, het is verschrikkelijk vermoeiend. Hi, Jeremy Ball from Limelight magazine. You're on the front cover of Limelight. You turned all my photos around. That's right, just one of them I think. Three. Three. Oh, we didn't, did we? I read the article and actually... Yes, that was me. It was you? Hello. May I shake your hand? Do you know why? Yeah, why? Because you quote me literally. Yes. I did quote you literally. Literally. I did quote you. You were the first in my whole life. Are you serious? Yeah, really. It's going to be the best-selling issue of the last 2 years. Yeah? Yeah. We're very happy for that. And I think when you come next September, we'll do another special. And then put my photo back in the cool way. I don't play the violin like this. You're not left-handed, are you? Oh, right. No, you don't. No, I play like this. Yes, of course you do, yes. See you tomorrow. Good Andre. Thank you very much. Nice sleep. Thanks very much. Thank you. See you guys. See you. Bye. Bye. Ga je naar bed of 10 uur zei je? Het is wel een beetje te vroeg om naar bed te gaan, hè, jongens. Wat is dat nou? Waar is die bar hier eigenlijk? Weten jullie waar die is? Ja? Ja, knikken ze alle drie bij. Je weet waar de bar is. Ja. Goed, dan volg ik jullie naar de bar. Ja? Kerstin, wat rusten. Wat rusten. Morgen. Ja, jullie moeten voorlopen in dit geval. It's just unbelievable, like another Elvis Presley, you know, in a way of popularity. Excellent, and we can't wait to see you. And I will be there at your concert. I love you.